Het is weer zover voor een nieuwe aflevering van uw eigen programma, De Getuigenis Van. In dit programma praten we met mensen over hun levensverhaal of hun bekeringsverhaal. En ik ben natuurlijk helemaal enthousiast. Ik kijk er naar uit om samen te luisteren naar het verhaal van onze gast voor vandaag. Maar daarvoor gaan we eerst naar de break. Welkom terug in De Getuigenis Van. We hebben vandaag weer een nieuwe gast zoals ik dat eerder aan u heb voorgesteld. En het is mij waar genoegen om mijn gast voor vandaag aan u voor te stellen. Ze is de secretaris bij de organisatie Prison Fellowship. Dat is een organisatie die zich inzet voor gedetineerden. En alles dat dus deze mensen nodig hebben, of de behoefte, de geestelijke behoefte die deze mensen nodig hebben, probeer dus deze organisatie daarin te voorzien. Daarnaast doet ze nog heel wat andere dingen, waaronder ook nog, ze levert haar diensten of ze levert haar bijdrage in de gemeente waarin zij zit. De reden waarom we haar hebben gevraagd om in deze aflevering te komen, omdat zij ooit eens ook in de gevangenis heeft gezeten. Maar wat precies is gebeurd? Nou, daarvoor wil ik u van harte uitnodigen om te luisteren naar de getuigenis van Saskia Wiro-Dikromo. Welkom erbij, Saskia. Dankjewel, Leandro. Dankjewel dat je ons gast wilt zijn voor vandaag. Graag gedaan. Oké. Wie is Saskia precies? Saskia die is een vrouw, getrouwd, moeder van 5 kinderen en grootmoeder van 1 kleinzoon. Oh, dus je bent ook een oma? Ja. Oké. Ja. En waar ben je geboren? In Paramaribo. Ook opgegroeid in Paramaribo? Ja, klopt. En wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven dan hou ik me met allerlei zaken bezig. Zoals? Heel veel. Mm-hmm. Dus ik zou ze allemaal op een rijtje moeten zetten voor je en doorgeven. Maar voornamelijk dat ik bezig ben met gevangeniswerk. Niet zozeer gevangeniswerk alleen naar de gevangenissen gaan, want het is een heel ruim begrip. Het is het proces vanaf gevangenis tot na de detentie. Omdat het leven niet stopt voor iemand die gedetineerd heeft gezeten, maar het leven juist begint, eigenlijk het avontuur begint, wanneer zo'n persoon eruit komt. Ja. En dat heeft me altijd geboeid. En vandaar dat ik me ook daar veel aan inzet om een bijdrage te kunnen leveren in de vele levens van deze mensen. Ja, inderdaad, want in de praktijk blijkt juist dat het wel blijkt afgelopen te zijn voor zo'n persoon. Ja, je kan dat zo'n beetje zeggen. En jullie proberen dus dat te voorkomen. Ja. Lukt het wel? Het is een uitdaging. Het blijft een uitdaging omdat het uiteindelijk toch wel afhangt van het besluit van de persoon zelf. Hoe sterk wil de persoon werkelijk veranderd blijven, werkelijk volhardend. Je moet even nagaan, we werken vanuit een christelijke oogpunt en het is niet altijd makkelijk. Maar het blijft een uitdaging en dat maakt dat we steeds blij mogen zijn wanneer we zien de kleine veranderingen in de mensen, hun levens. Ja. En we zien dat ze op een gegeven moment gaan bloeien. Ja. Het is de getuigenis van Saskia Wiro-Dikromo tijdens deze aflevering van uw eigen programma. Wij pakken even een break en na de break komen we weer bij u terug met Saskia. Beste mensen, we zijn terug met de getuigenis van Saskia. Toch voor ons toch wel een hele belangrijke vraag hoor. Ja. Waar ga je naar de kerk? Ga je naar de kerk en waar ga je naar de kerk? Natuurlijk ga ik naar de kerk. En samen met mijn gezin. Mm-hmm. En dat is gemeente Gods Goede Tierenheid op Klevia. Oké, hoe lang dien je de Heer al? Ik dien de Heer, ik zeg vanaf mijn 30ste jaar. Oké. Kan je zeggen? 15 jaar terug heb je hem dus ontmoet. Ja, op een heel bijzondere manier heb ik hem ontmoet. Mm-hmm. Ja, je hoort altijd over God en je hoort altijd over Jezus. Dus je kende Jezus al je leven lang? Kijk, kennen en weten, dat zijn twee dingen. Oké, dus je wist over Jezus? Precies, ik wist over Jezus. Ik wist dat er een God was. Mm-hmm. Maar kennen... Wist je dat Jezus God was? Of nee. Dacht je daaraan? Voor mij waren het gewoon twee... Religieuze figuren? Ja, kan je zeggen. Mm-hmm. Wat me altijd heeft bijgebleven, wat me altijd is bijgebleven als jong meisje, is dat ik eens een poster heb gezien waar Jezus op de ezel binnenkwam in Jeruzalem.
En iedereen zwaaide met palmtakken en dat was me altijd bijgebleven. Ik had het altijd een heel mooi beeld. Mm-hmm. En je vraagt je dan steeds af van wie is deze man, wie is deze man. Weet je, totdat je ontmoeting hebt of krijgt en je dan pas beseft. Oké, dan komen we zo tot die ontmoeting. Wie was je voor 30 jaar? Iemand die heel trots was. Oké. Okay. Iemand die heel bazig is geweest. Mm-hmm. Iemand die recht op haar doel afging. Ja, was het slecht? Meestal dwars door alles heen en dan maakte ik me niet druk wat je ervan vond. Ja, het was echt gewoon me wil doordrukken, kan je zeggen. Ja. En me eigenlijk door niets en niemand laten overheen lopen. Mm-hmm. Je kan zeggen heks, kan je zeggen. Ja. Dat was Saskia. Ja, oké. Okay. Maar Saskia, het ging op een gegeven moment verkeerd aan toe in je leven. Het ging heel scheef in je leven. Waar is het begonnen? Waar ben je eigenlijk beland in die, waar begon je scheef te gaan? Nou, eigenlijk heeft het een hele aanloop gehad. Uh-huh. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 13 jaar oud was. En het was voor mij een klap geweest, omdat ik altijd in gedachten had dat een huwelijk voor eeuwig is. Een man en een vrouw die blijven bij. Je vader en je moeder. Precies. Ja. En als 13-jarig meisje waar je dan die puberteit ingaat, dan bracht het me op heel veel verkeerde gedachten over het huwelijk zijn en het huwelijk hebben. Je komt in contact met verkeerde vrienden. Op een gegeven moment raak je zo verwikkeld in je eigen wereld en je denkt van je doet waarin je gewoon zin in heb. En dat je zelf ook mijn huwelijk beïnvloed. Mm-hmm. Weet je, na mijn scheiding werd ik door mijn grootouders grootgebracht en die waren heel erg gebleven aan de islam. Mm-hmm. En ik had toen een vriend en die vonden van je moet gelijk trouwen. Oh, oké. En ik kende mijn man niet eens 6 maanden en ik moest echt in het huwelijk treden. Is dat nog steeds je huidige man? Ja. Oh, oké. Okay. En hij was toen ook nog niet bekeerd? En jij was ook nog niet bekeerd. Oké, het wordt spannend. Als ik dit gedeelte vertel, vinden mensen het altijd zo van oké. En dan toch nog zijn jullie bij elkaar. Ik zeg van ja, het huwelijk zelf is een getuigenis op zich. En je kent je man nauwelijks met mijn karakter van toen, bazig en alles dat erbij kwam kijken. Was dat op een gegeven moment in het huwelijk zelf als scheef begonnen te lopen. Ja. Ik hield van mijn uitgangsleven en hij was echt een huismuisje. En ik was echt van oké, jij wil niet dus meekomen. Dus jij kende je plaats als vrouw niet? Nee, dat kende ik helemaal niet. Wat gezag erkennen was en ondermijnen aan gezag? Helemaal niet. Okay. Maar vraag je, je man is nu ook dienstbaar in de kerk? Ja, hij wordt dienen beide de Heer. Okay. En als het je terugbrengt naar hoe het toen was, dan ben je God gewoon dankbaar. Voor die periode. In feite, nu pas leef je huwelijk zoals het geleefd moet, of nu pas ga je om met je huwelijk zoals er mee omgegaan moet worden. Helemaal. Oké, je zegt je deed je eigen ding. Mm-hmm. Wat is toen gebeurd toen je eigen ding hebt gedaan? Of toen je eigen liefde, je lieve liefde en je deed je eigen wil of je volgde je eigen wil. Hoe verkeerd is het gegaan, Saskia? Heel erg verkeerd. Ik hield van mijn uitgaansleven, zoals ik al eerder vertelde. En met uitgaan bedoel je discotheek? Nee, dat was niet zozeer mijn ding. Wat was jouw manier van uitgaan? Op een gegeven moment dan kom je in contact met het casino. Oké, dus je was gokverslaafd? Ik was gokverslaafd, ja. En je bezoekt de casino's dan. Tij en ontij, of het nou 's morgens is, één daarvan en dan ga je van de ene casino naar de andere. Op een gegeven moment. Precies. Ja. Dus je stopt met je dagelijkse werk waarmee je bezig bent. Je gaat naar huis, je baat, je groet de kinderen en je gaat daar gelijk weer op. En je man was daarvan op de hoogte? Ja. En je vond het niet erg? Ja, in het begin misschien wel hoor. Mm-hmm. Maar naarmate dan heeft me daar aan mijn lot overgelaten. Oké, dan wil ik even nog een vraag stellen. Hielden jullie van elkaar? Toen, ik heb het niet over nu. Ik denk dat het een stukje had van verliefd zijn. Maar er waren wel gevoelens voor elkaar. Ja, dus er waren gevoelens voor elkaar. Ondanks jullie naar elkaar werden gebracht. Ja. Oké, gelukkig wel. Ja. Ja.
En ja, op een gegeven moment raak je dan verwikkeld in een oude vriendenkring. En dat vond hij helemaal niet leuk. Ja. En ja, kijk, door de gokverslaving heen, dan wil je altijd wel wezen dat je geld hebt. Ja. Je wil altijd wel wezen van, nou, jou, je bent de persoon die altijd met geld strooit. Mm-hmm. En ik kwam toen goed in de problemen daarmee. Ja, want ik nam aan dat je dus in geld moet kwam. En ja, je bent dingen gaan doen. Ja, ga je, wat is toen gebeurd? Wat voor problemen hebben zich toen opgedaan? Op dat moment was ik dan te werk gesteld bij een persoon. Hij had een onderneming waar ik dan helemaal belast was met zijn financiële zaken. Oké. Okay. En Poespoesie loekoe merkie? Nee, het is... In die tijd. Ja, hij vertrouwde me gewoon blindelings. Mm-hmm. En omdat het goed vertrouwen dat hij had gesteld in mij, ik gewoon misbruik ben gaan maken daarvan. Ja, vanwege je gokverslaving. Precies. Want dat ben je niet, in Peter ben je dat niet van persoon. Want als iemand je qua karakter vertrouwt met zo'n positie, neem ik aan dat je toch wel betrouwbaar bent. Maar vanwege je gokverslaving ben je dus in feite onbetrouwbaar geworden. Ja, klopt. Je komt zodanig in de problemen dat je op een gegeven moment begon te rommelen met het financieel beheer van zo'n persoon. En het kwam op een dag aan het licht. Ja. En hoe lang deed je dat? Het was al geruimd, enkele maanden. En je had nooit gedacht dat je door de man zou vallen? Precies. Het is... Ik zal het even goed verwoorden. Ja, niet. Het was gewoon een valse hoop dat het gokken met zich meebrengt. Ja. En je denkt van, je probeert het steeds weer om uiteindelijk die jackpot. Dus dat is in feite je target. Precies. Dat is waarom je bleef gaan. Ook al moest je andere mensen benadelen, maar je gaat die jackpot winnen. Ja. Die hoop was er. Dat was die valse hoop van, die jackpot komt een dag. Oké. Okay. En op een gegeven moment kwam die dag niet, maar de politie kwam. Ja. En ik dacht van, oh, dat is toch niet mijn jackpot. Waar was je momenteel? Waar was je op dat moment? Op dat moment was ik thuis. Gewoon thuis met je gezin? Ja, ik was me klaar aan het maken. Mijn man was thuis en mijn kinderen waren ook thuis. Was het in de thuis. Avonduren? Nee, het was echt in de vroege ochtenduren. Voordat mensen naar het werk gaan of zo, oké. En de politie kwam, twee rechercheurs kwamen. Mm. En ze vroegen of ik mevrouw Wierig de Kromme ben. Mm. Het was alsof mijn wereld op dat moment instort. Besefte je toen dat je verkeerd bezig was? Nog niet? Nog niet. Oké. Je werd overgebracht naar het politiebureau. Er werd dan, ik werd ondervraagd. Ik werd de hele dag ondervraagd. Meerdere keren moest ik het verhaal doorvertellen. En op een gegeven moment, aan het einde van de dag, wanneer je denkt van je hebt alles verteld en je zegt je gaat het terugbetalen, was die hoop er nog van je gaat naar huis. En wanneer ze het eindelijk je brengen naar hoofd van de afdeling en die zegt waar hij uiteindelijk wordt opgesloten. Precies, en die zegt, maar weet je wat dit papiertje betekent? Ik zei nee. Een blauw papier, hè? Ja. Ja, toch? En toen zei hij van, nou, dit betekent dat je ingesloten bent vanaf dit moment en je wordt afgevoerd naar het vrouwencellenhuis. En toen besefte ik van, wow, wat gebeurt er nu? Ja. Op een gegeven moment vroeg ik van, ja, maar mijn man en mijn kinderen, zei van, ja, zij worden op de hoogte gesteld. De eerste dagen dat ik toen daar bleef, waren geen gemakkelijke dagen geweest voor me. Je moest je aanpassen, je kon niet slapen omdat je echt bang was van, oké, komt er niemand aan me, weet je, wie is nou wie? Je bent echt heel bang op dat moment. Op een gegeven moment dan besef je dat je iets verkeerds hebt gedaan. Of ik besefte toen dat ik echt iets verkeerd had gedaan. Ja, dus toen begon je toen begon te realiseren En toen begon het besef te komen van wat ik allemaal heb gedaan. En het leek alsof mijn hele leven als een film voorbij ging. En elke avond dan zag je een stukje van je film. En er waren zo ook pijnlijke momenten die ik had weggedrukt. Die kwamen toen ook weer tevoorschijn. En je kon alleen maar huilen op die momenten. Ja. Had je ooit toen gedacht van, ik heb mijn familie kwijt, mijn gezin, die gaan me nooit vergeven? Heb je ook daarmee... Zeer zeker. Oké. Zeker. Ik kan zeggen, ik kom uit een hele goede familie. Ja. Goede opvoeding niemand gehad. Niemand had het van je verwacht. En niemand had het van me verwacht.
En beseffen hoeveel pijn ik ze heb gedaan, verdriet, maar ook het schande die ze met zich meebrengt. Je houdt je hart toch wel even vast. Ja. Oké, wat als ik terugkom? Weet je, want je gaat een straf krijgen. Ja. Ik besefte van ik gestraft zou worden. Je hebt gefaald. Voor hoe lang? Ja, dat zou ik dat wist ik op dat moment niet. Maar ik begon alvast te denken van, ik kom terug naar huis. Maar hoe zal de ontvangst dan zijn als ik terugkom? Weet je, ik begon ook me echt bewust bezig te houden met het leven na de opsluiting. Ja. En misschien daardoor dat de periode van mijn gevangenschap niet zo zwaar heeft getild aan het vastzitten zelf, maar meer aan het besef in mijn bewustzijn. Ik ga het moeten goed maken, maar hoe? Weet je, je gaat je allerlei voorstellingen maken en en dan ga ik dan dit doen. En dat is echt van ik gericht. Ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik ga zo doen. Maar God heeft anders bepaald. In de gevangenis daar op Geersvlei bij de vrouwenafdeling, dan zag iedereen met een Bijbel lopen. Dus ik dacht van, oh, dat zou wel helpen. Okay. Dat zou me wel op weg helpen te lezen en iets eruit te halen. Dus ik vroeg mijn moeder, want zij ging wel naar de kerk. Dus ik vroeg mijn moeder van, kan je een Bijbel voor me sturen? Ja. Dus mijn moeder stuurde toen via mijn man, want hij mocht mij alleen bezoeken. Oh, hij alleen mocht je bezoeken? Ja, op de zondag was er dan bezoektijden. En ik bracht mijn Bijbel natuurlijk mee. Ja. En aangekomen op Santa Boma moest je dan weer wennen. Het is een heel andere omgeving, het is een heel andere leiding daar dan wat ik gewend was daar op Geersvlei. Ja. Strakke regels. Ja, strakke regels. Je moest je achteraan onderwerpen. Je moest je gewoon houden aan de huisregels. Ja. En daar heb ik eigenlijk geleerd om onder gezag te doen en te leven. Dat ik op een gegeven moment een avond had en... Zag je trots je bij verdwijnen? Ja, je wordt... Het was zoek. Ja, dus nu dat je het zegt, hè. Ja, ja, het was buiten de gevangenis onbewust, gebleven. Onbewust dan zie hoe God echt bepaalde zaken heeft weggedaan. En waar ik echt tot het punt kwam van dat er echt een God bestond, was op een avond dat ik in mijn kamer was, want op Santa Boma heb je eigen kamer. Nou, daar ben je niet met 20, 30 mannen in cel? Nee, 20, 30 mannen is een beetje overdreven. Ja, okay. Op de vrouwenafdeling, in het cellenhuis op Geersvlei, daar heb ik met 8 vrouwen in een cel gezeten. Oké, in cel, ja. Dus op Santa Boma heb je eigen kamer. Okay. Het was zo dat ik op een avond kluisterde naar muziek en ik lag op mijn bed. En het leek alsof ik een koude wind in mijn kamer voelde. Ik kreeg bezoek. Zoiets kan je zeggen. En je moet je voorstellen, het is alsof je een stukje ijs vanuit je rug van boven naar beneden voet gelegen. Zo koud was het. En het stopte bij mijn voeten. En ik begon het toen te voelen alsof hij naar boven begon te gaan, te komen. Ja. En heel ongeveer op mijn beenhoogte. Ik kan zeggen, mijn beenhoogte. En hij begon toen door te gaan en zei van, maar dit klopt niet. En ik probeerde te roepen. Ik probeerde geluid te maken. Er kwam niets uit mijn mond. Dat was lam? Helemaal. Okay. En wij hadden een bepaalde code daar. Als er wat gebeurde in je kamer, moest je gewoon 3 keer slaan op die muur. Zodat degene die naast jou is, inspringt. Ja. En ik heb toen 3 keer geslagen op die muur. Maar ik hoorde toen niets meer. Hoe laat was het ongeveer? Het was dicht bij 12 uur. In de nacht? In de nacht. Oké, okay. En je zou slapen dus? Ja. Dus ik probeerde met muziek in slaap te vallen en ik kreeg dat raar gevoel. Het enige wat ik toen op dat moment zag was die Bijbel die naast me lag. De rest was wazig? Ja. En ik pakte toen die Bijbel. Mijn moeder die bezoekte de Rooms-Katholieke kerk en ze stuurde toen ook een rozenkrans voor me. En ik pakte het en ik probeerde erin te knijpen. Alleen maar dat ik het gevoel kreeg in mijn handen, want ik had geen gevoel in mijn benen. Ja, alles was dood. En, het was echt een fractie van een seconde. En ik voelde toen dat ik iets vasthield en het enige wat in me opkwam was het Onze Vader gebed. Dus ik heb hem toen constant opgezegd, constant. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n warme gloed van bovenuit, van mijn hoofd.
En je voelde gewoon hoe al dat koud gevoel dat begon te klimmen naar boven, gewoon langzaam wegging. En toen ik hem helemaal niet meer voelde, kreeg ik een extra warm gevoel erbij. En ik besefte dat er iets was waarvan ik niets wist, maar ik moest wel huilen. En dat was het moment dat ik op mijn knieën ben gegaan. En ik kon alleen maar huilen en huilen en huilen. En je wist nog niet wat het was? En ik wist niet wat het was. Oké, en wat is... En toen hoorde ik op een gegeven moment mijn naam roepen. Het bleek dat mijn buurvrouw naast me... me constant riep nadat ze dat gebonk had gehoord van me. Maar jij hoorde dat en niet? En ik hoorde dat niet. Oké, ja. Dus op een gegeven moment zei ik van... ik riep haar naam en zei van... Ja, kan je me even nog een minuutje geven? Het gaat goed, maar ik kom straks bij je. Ze zei van, ja, maar 10 minuten lang roep ik je al. Dus... Wat voor mij een fractie van een seconde was, was in 10 minuten tijd bij haar. Ja, ja. En later zei ze van, als ik geen antwoord had gegeven, zou ze dan de leiding roepen om te kijken wat er gebeurde met me in de kamer. Maar ik gaf het antwoord van, ja, ik ben er en geef me even een minuutje om terug te komen. Omdat ik, ja, je komt in een bepaalde huilsituatie en je begrijpt niet wat het is. En... ik wilde daar niet echt in die taas gaan meiden op die avond. Ik heb het gewoon gelaten. Want jij begreep er ook weinig van? Ik begreep er helemaal niets van. Je voelde die warme gloed gewoon weg. En de volgende dag, ik ben toen rustig in bed gegaan. Ik zei van, ik bespreek het wel morgen met je. De volgende dag vertelde ik er zo een beetje. Ik zei van, oh, ik weet het ook niet. Dan moet je naar die mensen van Present Fellowship gaan. Die wekelijks daar op bezoek kwamen. De volgende dag maakte ik toen een afspraak. Maar ze riepen me al vaker, hè. Maar dus ik ging toen maar wist je van, zij zijn de mensen die je moet benaderen. Precies. Okay. Want ze hadden me al vaker geroepen, kom je een keer bij ons? Ja. Ik zei van, ja, ik kom wel, maar niet nu. Mm-hmm. Het was echt van, ja. Je had het niet nodig. Ik had het niet nodig. Ja. Ik heb mijn bijbel, je gaat gewoon vanuit religieuze af. En ik kwam toen daar en de Joyce die ontving me. Zelfde Joyce Bijlo die vandaag nog in Present Fellowship zit? Ja. Oké. Okay. Ze heeft me ontvangen. En zonder dat er woorden uitkwamen, heb ik gewoon gehuild bij haar. Mm-hmm. Er is niet eens een gesprek geweest en ik moest alleen maar uithuilen bij haar. En het is een paar keer gebeurd, totdat ik de woorden kon opbrengen. En ze me toen verder heeft begeleid en ook het geloof. En heeft me kenbaar gemaakt. En op dat moment wist ik van, dit moest je lezen. Mens. Ja, precies. Je bent toen een nieuwe mens geworden, die bekering heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Je hebt je straf uitgezien, daar hou je nu eruit. Mm-hmm. Je bent uit de gevangenis en de vraag is nu, want je man heeft je altijd bijgestaan. Mm-hmm. Je mag toch vanuit deze plaats zeggen dat je toch wel een liefdevolle man had. Yeah. Die toch wel altijd daar voor je heeft gestaan. Maar hoe is het herstel? Wat is daarna? Want dan gaan we dus daarmee afsluiten. Mm-hmm. Wat is daarna gebeurd? Hoe heeft de herstel plaatsgevonden tussen jou en je gezin in het bijzonder? Okay, dit was ook een heel mooi ding, want ik zei altijd als jong meisje, nadat mijn ouders gescheiden en, waren, ik ga nooit met een Javaanse man trouwen, want qua je karakter, je bent bazig. Hij is te zacht. Ik vond Javaanse mannen altijd heel zacht. Nou, Leanne, dat is een beetje... Ja, dat is een straat. Precies. En uiteindelijk... trouwde wij, maar het was niet echt iets van houden van me. Het was echt verliefd zijn. En het kwam heel goed uit. Ja. Ja. Het kwam heel goed uit. En daarna, toen was overgeplaatst naar Santa Boma. Daar had je ander soort contact. Kijk, in Geersvrij ben je echt achter een tralies. Een beetje vrijer. Je bent achter tralies en je kan elkaar niet van dichtbij en benaderen. Okay, ja. Maar bom was het toch wel een beetje anders. Oh, je hebt momenten om even met hem ja, te je zijn. Kan daar even met, je kan nog een brazen geven aan die dingen. En we schreven elkaar veel. We hebben elkaar heel veel geschreven tijdens de militairperiode en daar hebben we echt goede brieven geschreven naar elkaar. Dus in feite hebben jullie daar in feite besloten om van elkaar te houden en daar ging die relatie sterker. Op een gegeven moment hebben we onszelf de vraag gesteld van er moet één punt zijn waar we wel één zijn op dat moment. En dat was we gaan strijden voor ons huwelijk. Oké, okay, maar jij bent tot bekering gekomen, maar hij was nog steeds in de islam. Hoe is hij op het punt gekomen om diezelfde Jezus te dienen die jij dient? Oké, ik vertelde het natuurlijk aan zuster Joyce. Mm-hmm.
zei van ja, maar ik ga een keer eruit. Er komt een dag dat ik eruit kom, want die dag was al bekend. Ja. En ik wil natuurlijk ook een gemeente bezoeken. Toen zei ze van ja, het is goed. Laat ons bidden, laat de Heer jou leiden. Ik zei van oké. Dus hij werd geen advies gegeven van ga naar die of naar zo'n gemeente. Ze zei van ga naar een gemeente dat dicht bij jou is, dat je niet te veel hoeft uit te Eentje geven. Waar jij je thuis voelt en waar je toch ja. wel. Ja, ja. En bid voor je man. Hij zal, de Heer gaat werken. En had ze maar een tekst meegegeven. Mm-hmm. Uit 1 Petrus 3. En zei van wanneer je daarover steeds blijft overpeinzen, roep ze naam elke keer aan. Dus wij gingen toen naar de gemeente. Ik ging, jongens waren nog klein, mijn kinderen waren nog klein. Dus ik ging met een van mijn kinderen naar de gemeente. En ongeveer 2 maanden daarna, toen zei mijn man van, nou ik ga vandaag wel met je mee. Ik dacht van, 2 maanden okay. ging je al ja. actief naar de kerk ja. en plotseling zei hij ja. komt mee, oké. Okay. Omdat een advies dat wat had je hem gegeven. Daarvoor nooit uitgenodigd? Dus ik zei van, ik word tegen dat ik naar de gemeente ga, ik wil meer over de Heer leren kennen. Ja, ja. En ik zei wel van, oké, okay, jij mag, je hebt hem leren kennen in de gevangenis, oh, je mag doorgaan, hem? Het was niet iets voor hem. Ja, okay. Totdat hij waarschijnlijk ook die zachtmoedige Saskia zag, die nederige Saskia. Hij heeft de verandering in je gezien. Precies, ja. En hij verraste me gewoon op een zondagochtend. En zei, maar, en vandaag ga ik me klaarmaken, want ik wil met jullie meegaan. Ik dacht van, oh. En dat was echt op dat moment, zei ik, hou hier voor je mond. Ja. En dank de Heer gewoon voor dat moment. En vanaf dat moment, ja, hebben we de Heer samen gediend. Ja, ja. ja. Nou, dat is heel mooi. U hoort het mensen, het is nog steeds de getuigenis van Saskia Wiro Di Cromo. Ze heeft ons meegenomen in haar verleden en haar bekeringsverhaal. En u heeft dat zelf mogen horen. Van de persoon zelf. Wij gaan weer even naar de break en na de break stellen we Saskia in de gelegenheid om af te sluiten met een boodschap. Tot zo. We zijn gekomen tot het laatste gedeelte waarbij Saskia onze gast van vandaag zal afsluiten met een boodschap. Saskia, ik wil alvast namens Shalom en onze sponsor van harte bedanken voor je participatie en dat je moedig genoeg bent geweest om ons mee te nemen in de diepste momenten van je leven. Maar daarnaast ook nog het mooiste moment van je leven. We zijn aan het eind gekomen, maar daarbij willen we jou in de gelegenheid stellen om onze luisteraars toe te spreken met een boodschap. Ik heb een hele korte boodschap en dat is als volgt. Er zullen mensen zijn die ook in detentie op dit moment zitten. Geef de moed niet op. Er is altijd een oplossing. Er is altijd een weg. Er is altijd hoop. Ook al wanneer je het niet ziet zitten. En weet ook dat wanneer je straks eruit komt, die hoop nog steeds blijft. Daarom ook voor zij die straks eruit gaan, specifiek over degene die ingesloten zitten, weet dat God er met je is en hij zal altijd met je blijven. Als je heel dicht bij hem blijft. Maar ook voor zij die al reeds eruit zijn, die hoop is er nog steeds. Grijp erna, zet het niet terzijde, want hij wil van u het beste hebben en hij gaat van u het beste maken. Maar u moet wel zelf besluiten om steeds dicht bij hem te blijven en dichterbij te naderen. Dat is het enige wat hij van je vraagt. En het is een avontuur dat je samen met hem mag bewandelen, wetende dat hij het beste voor je heeft. Wat het zal zijn, dat weet ik niet, maar hij weet het al. En dat geeft hoop en hoop doet leven. Geweldige boodschap was dat van Saskia. Die zelf heeft mogen ervaren hoe groot God is. U heeft in deze getuigenis mogen horen de kracht van herstel, de kracht van vergeving, de kracht van Gods liefde, maar bovenal ook de kracht van God zelf.
Nou, mocht het zijn, u bent aangesproken door het verhaal van Sassia, of dat zij u heeft bemoedigd en dat u toch nog op het punt bent gekomen van hey, ik wil Christus ook aannemen, of ja, ik wil deze Christus leren kennen. Nou, als je met vragen zit, bel naar de administratie van Shalom. Het is 422-630 en wij nemen graag uw telefoon op. In elk geval, ik ben Leandro Martens Zuwitnjo en het was mij een ware genoegen om u de 6e aflevering van de Getuigenis van te presenteren. Dat wil dus zeggen dat we volgende week weer bij u zijn met een nieuwe aflevering. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for